Toen ik dit boek in de lijst zag, was ik direct aangetrokken door de titel. Ik heb nog nooit zo'n titel gezien. Dan heb ik ook niet lang meer moeten twijfelen en heb ik besloten om dit boek te lezen voor mijn boekbespreking. Het verhaal gaat over 15-jarige Joshua en zijn beste vriendin Zivan. Joshua vond het altijd leuk om zichzelf te tekenen als wolf en om Zivan als schaap te tekenen. Deze dieren hadden ze gekozen aan de hand van hun karakter. Het stond een beetje symbolisch. Helaas is Zivan verhuisd naar Irak, het geboorteland van haar ouders. Er bleef niet veel meer contact tussen hun. Zivan reageerde niet op Joshua's berichten. Dus, voor een beetje raad, ging Joshua naar de tante van Zivan. Zij vertelde hem dat Zivan is uitgehuwelijkd aan haar neef en dat ze dus niet meer terug ging komen. Dat nieuws maakte Joshua heel verdrietig. In de rest van het boek gaat het over hoe Joshua omgaat met het verdriet en hoe hij afscheid van haar neemt. Een van de dingen die hij doet om afscheid te nemen, is een tattoo krijgen van het schaap dat symbool stond van Zivan. Het schaap dat hij altijd tekende in zijn schriftjes. Hij tekende daarbij ook zichzelf als wolf. Bij Zivan ging dat om haar cultuur. Dat had hij niet door totdat ze weg was. Erna Sassen debuteerde als schrijfster in 2004. Toen schreef ze vooral kinderboeken. Maar sinds 2009 schrijft ze ontroerende jeugdromans. Ze gaan bijna allemaal over verdriet, waaronder deze. Erna kan ook bijzonder goed de wereld van tieners omschrijven. Daarop heeft ze al heel veel positieve reacties gekregen in haar carrière. Het boek leest heel vlotjes en de woordenschat is niet moeilijk. Er worden af en toe ook tienerwoorden of scheldwoorden gebruikt. Ook is het deels gebaseerd op een waar gebeurd verhaal. Ik vind dat er zeker herkenbare stukken in komen. Een echte aanrader dus.